Goedemiddag allemaal, vanuit het UZ in Gent voor een volgende webinar over COVID-19. Vandaag zullen we het hebben over de varianten die zich aan het verspreiden zijn in onze wereld. En heb ik het samen daarover met professor Bruno Verhasselt van het Labo en Linus van de Kerkhoven van de dienst infectieziekten van het UZ in Gent. We zullen ruim de tijd nemen ook om al jullie vragen te beantwoorden. Die kunnen gesteld worden in de chat. Jullie hoeven niet meer te registreren via de chat. Dat is al reeds gedaan met de aanmelding en de accreditatie. Die komt in orde met de aanmelding die gebeurd is via de website. Goed, zonder verder te introduceren gaan we naar een leuk programma over wereldwijde varianten en hopen we wat duiding te kunnen geven in de toekomst. En wat is de aanleiding van deze webinar? Is uiteraard de nieuwe variant die eind december wereldkundig is gemaakt door Boris Johnson en die toch tot heel wat reactie geleid heeft in de wereld met het sluiten van grenzen en dergelijke meer. Hier zie je eigenlijk drie verschillende namen die gebruikt worden. De VUI of de Variant Under Investigation 2020-12/01. In de media wordt hij dan ook wel de UK-variant genoemd. Er is een andere benaming, de Lineage B117 die gebruikt wordt. En vandaag heb ik gezien dat op de website Nextstrain dat men deze variant zal benoemen als 20i/501y.v1, wat uiteraard een mond vol is. Vandaar dat ik de benaming B117 zal gebruiken voor de rest van de presentatie. Goed, hoe komt men nu eigenlijk tot op het punt om zo'n alert de wereld in te sturen en een land terug in lockdown te plaatsen? Wel, er zijn eigenlijk op verschillende niveaus beslissingen genomen of op verschillende niveaus kennis gegenereerd die gemaakt hebben dat men die drastische beslissing heeft genomen. In de eerste plaats zijn er virus alerts en hier zie je de variant die later nog in veel meer detail zal besproken worden, met een aantal mutaties die opgetreden zijn, waardoor deze op een heel specifieke manier kan geïdentificeerd worden. Om heel duidelijk te zijn, het is niet één mutatie die van interesse is, maar er zijn verschillende mutaties die eigenlijk maken dat deze variant een interessante of een variant is waar we toch van moeten opletten. En er zijn drie mutaties die ik een klein beetje in het licht stel. En dat is in de eerste plaats de mutatie 501Y, die eigenlijk midden in het receptor binding domein zit en die waarschijnlijk een verhoogde affiniteit geeft voor COVID, voor de ACE2-receptor die op de cellen aanwezig is. Er is een spike deletion 6970 en dat was eentje die reeds beschreven is naar aanleiding van immune escape en de uitbraak die er geweest is in Denemarken in Nertsen, mutatie P681H die in de cleavage site aanwezig is. Maar het is eigenlijk vooral ook het aantal mutaties en de snelheid waarmee dat ze opgetreden hebben binnen de epidemiologie in de UK, die maakt dat deze variant op tot een alarm heeft geleid. Er zijn theoretische kennissen en als we het dan hebben over die in 501Y-mutatie zijn er theoretische modellen die zeggen van kijk, als die mutatie aanwezig is, als het aminozuur, het Y-aminozuur dan aanwezig is, dan zal die ACE2-binding beter zijn. En dat is hier in het blauwe vakje waarbij dat het tabelletje is gezet. De diepblauwe kleur geeft eigenlijk een indicatie dat wanneer deze aanwezig is, de binding aan die ACE2-receptor veel hoger zal zijn. Een tweede indicatie die maakt dat dit een interessante variant is om op te volgen, is de CT-waarde. En de CT-waarde is een indirecte manier om de virale lading te kunnen inschatten. En men heeft gezien dat die deletie 6970 eigenlijk tot een hogere virale lading gaat leiden in, met de PCR die gebruikt wordt voor diagnostisch onderzoek.
En tenslotte, en dan kom ik terug op het figuurtje wat ik daar net getoond heb, aan de linkerzijde zie je lineage B117 staan. Tenslotte heeft men gezien dat het aantal mutaties die men heeft kunnen aantonen eigenlijk veel meer was dan wat men zou vermoeden van de natuurlijke evolutie, waar Linus straks nog op zal ingaan. En men vermoedt dan ook dat dit een escape variant is, zoals je ziet aan de rechterkant, in een patiënt die immuun gesupprimeerd is en die sequentiële therapie kan krijgen met remdesivir, monoclonale, oligoclonale of polyclonale antistoffen en zo het virus fitter kan worden om overgezet te zijn naarmate dat het langer in een lichaam kan aanwezig zijn. Conclusie, SARS-CoV-2 evolueert over tijd en daar wordt straks nog veel dieper in gegaan. Er zijn bepaalde mutaties, bepaalde variaties die een betere binding kunnen maken, die hogere virale lading kunnen maken en die kunnen ontsnappen. Maar dit zijn zeker niet de enige, of dit is zeker niet de enige variant die ontstaan is of zou kunnen ontstaan in de toekomst. We moeten daar toch voor opletten. Een tweede databron die gemaakt heeft dat die B117 een interessante variant was om op te volgen, is eigenlijk de epidemiologische data, waar men gezien heeft dat in de lockdown, voor de lockdown, tijdens de lockdown en na de lockdown, dat in die donker paars gekleurde staafjes, dat die B117 variant eigenlijk de overhand is gaan nemen in de verschillende leeftijdsgroepen die je ziet in de grafiek aan de linkerzijde. En aan de rechterzijde zie je eigenlijk de proportie van de COVID-19 gevallen die ontdekt geweest zijn in Engeland, waar je ziet dat in het zuidoosten van Engeland en dan in het noorden van Engeland, dat er heel wat aanwezig was. En in het vakje apart, Londen, want je ziet de Thames daardoor, dat in Londen deze variant heel sterk aanwezig was. Dus epidemiologisch was er zeker een reden om te geloven. En als je kijkt in december, meer dan de helft van de gevallen die geïdentificeerd zijn in de verschillende leeftijdsgroepen, waren eigenlijk deze B117 variant. Wat men ook gezien heeft, is dat het in de thuissetting een heel belangrijke variant was. Dat de attack rate hoger is met de B117 variant dan met de andere varianten. Dat er weliswaar geen hogere hospitalisatie of geen hogere mortaliteit aanwezig is. En dan tenslotte, en dat heeft heel wat buzz veroorzaakt, dat men zag dat vooral de jongere leeftijden een hogere proportie hadden, toch in het begin van wanneer men dit gaan bestuderen is, een hogere proportie hadden van aantal gevallen. En men heeft in het tweede rapport die de Britse overheid publiek heeft gemaakt gezegd van dit kan zijn omdat er een toename is in overzetbaarheid. En ik wens hier toch op te wijzen dat gedurende de lockdown de scholen in het Verenigd Koninkrijk en in Engeland open waren en dat de maatregelen die men daar op de scholen neemt veel minder strikt zijn dan wat hier op onze scholen gebeurt. Maar het zou ook kunnen zijn dat er een verhoogde overzetbaarheid is of een verhoogde vatbaarheid is van kinderen onder de leeftijd van 20 jaar, schrijft men in het rapport, maar op een zeer voorwaardelijke wijze. Of het zou ook kunnen zijn dat in kinderen iets meer symptomen aanwezig zijn en dat er dus meer getest geweest is, waardoor dit meer opgevallen is. Naast de virologische data, naast de epidemiologische data, is er ook een mathematische modeling data die aanwezig is. En hier toon ik eigenlijk één slide aan van twee localisaties in Engeland, Midway, die eigenlijk in het ten zuidwesten van Londen ligt, en Manchester, die meer naar het noorden ligt. En je ziet dan eigenlijk in Midway dat tijdens de lockdown en na de lockdown, dat de proportie, en dat is het bovenste, linkerbovenste vakje eigenlijk, dat de proportie van die B117-strain pijlsnel aan het toenemen was. Terwijl in Manchester, en dat is de groene lijn, dat zijn de andere varianten die circuleren, dat dat veel minder belangrijk was en dat het pas na de lockdown is dat men een aantal van die B117 varianten heeft kunnen identificeren.
En men heeft dat dan gemodelleerd naar R-waarden. Dus de R-waarde, wat is de overzetbaarheid? Hoeveel personen zal één indexpersoon gaan infecteren? En is de R-waarde groter dan 0, dan zal dat meer dan 1 zijn. En dan zie je eigenlijk onderaan dat in deze, en dat is de enigste modeling, mathematische modeling die ik toon, dat in deze modeling toch wel aangetoond is dat die R-waarde wat hoger ligt. En men schat dat dat een 56% tot 70% hoger ligt dan bij de andere varianten eigenlijk. En dat heeft dan allemaal geleid, al die data heeft dan uiteindelijk geleid dat er een policy alert gekomen is, dat Boris Johnson het land terug gesloten heeft, dat Ierland dan ook gevolgd heeft. Maar dat heeft ook heel wat internationale reacties teweeggebracht met, ik denk, Nederland, die als eerste was om de vluchten vanuit de UK te gaan stoppen gedurende een korte periode. België is dan gevolgd en dan zijn heel wat andere landen gevolgd. Nu, we moeten dat nu natuurlijk wel wat in context zetten. En je ziet hier verschillende landen uitgetekend. België nu op dit ogenblik is de beste leerling in de klas. Maar je ziet ook wel dat in oktober, november wij een zeer, zeer hoge incidentie hadden tijdens de tweede golf. De ons omringende landen die doen het iets slechter. Maar vooral de landen die bovenaan staan nu, Ierland en de United Kingdom, daar neemt de COVID-19-epidemie toch wel weer zeer angstaanjagende proporties aan. Hoe ver is die B.1.1.7.10-variant nu verspreid? Wel, dit zijn de landen waar dat het op zijn minst al geïmporteerd is, of in donkerblauw kleur, waar er lokale transmissie aanwezig is. En dan zie je op die wereldkaart dat België ingekleurd is als er zijn importgevallen gekend. En tot nu toe zijn dat nog altijd de 4 gevallen die in de media gekomen zijn tijdens de kerstvakantie. Maar zijn er nog geen andere geïdentificeerd geweest. Maar in alle ons omringende landen zijn er al lokale clusters waarop straks nog wat zal ingegaan worden. En tenslotte wil ik er ook wel op wijzen dat onze internationale, nationale, maar ook internationale transport hier een belangrijke component is in de verspreiding van deze variant. En op deze grafiek zie je eigenlijk het totaal aantal passagiers die vertrokken zijn vanuit Londense luchthavens in oktober 2020. Dus dit zijn geen cijfers van december 2020. December 2020 zal duidelijk nog hoger gelegen hebben dan de 120.000, 130.000 reizigers die naar Spanje afgereisd zijn. En je ziet eigenlijk in die top 6, 7 van landen, dat daar een aantal landen tussen zitten die vooral een toeristische bestemming hebben. En waar een aantal landen in zitten van binnen de EU, waar we weten dat er workers, migrantenwerkers zijn die hun familie, zeker in de eindejaarsperiode, terug gaan bezoeken. En je ziet ook met de kleurencode in welke landen, en er is toch wel een trend dat hoe meer passagiers vertrekken vanuit Londen, hoe sneller de nieuwe variant geïdentificeerd is. Uitzonderingen zijn Polen, Roemenië en Bulgarije, waarvan ik toch vermoed dat de genomische opvolging, de whole genome sequencing, een surveillance nationaal programma, waarschijnlijk iets minder performant zal zijn dan in andere landen. Maar je ziet eigenlijk in alle landen waar dat er heel wat transport is, dat de variant al aanwezig is. En dat dit niet ongewoon is, toonde deze andere variant al aan in de zomer, waarvan vanuit Spanje een variant zich over gans Europa heeft verspreid, de 20A EU1 variant, die niet noodzakelijk meer pathogeen of niet noodzakelijk meer overzetbaar zou geweest zijn, maar die zich toch vanuit de vakantiebestemmingen heeft kunnen verspreiden over gans Europa. Waarbij dat niet wil zeggen dat ze ontstaan is in Spanje, maar dat daar wel een zekere virale overzetting geweest is, een virale markt, een exchange market in Spanje voor virussen als het ware. En daarmee wil ik eigenlijk deze korte toelichting besluiten om te zeggen van kijk, het selectief sluiten
als men dan toch policygewijs wil kijken, dat het selectief sluiten van grenzen is eigenlijk onvoldoende om de verspreiding van een dergelijke variant tegen te houden. Je hebt eigenlijk veel meer nodig dan dat. Vandaar dat België nu ook begonnen is om een veel striktere controle van de passenger locator forms en het opvolgen van testen bij reizigers te gaan implementeren. We hebben onze tweede golf van de COVID-19-epidemie doorgemaakt zonder dat er een gekende nieuwe variant aanwezig was. Dus een nieuwe variant alleen kan zeker een golf niet verklaren. En dus zul je altijd maatregelen nodig hebben om het onder controle te houden, nationaal. En dan een genetic surveillance system is toch wel mandatory, verplicht, een krachtig woord, maar is toch wel heel sterk aangeraden om in de toekomst te weten wat er nu gebeurt met varianten die al in het verleden ontdekt zijn en varianten die in de toekomst zeker nog zullen ontdekt worden. En daarmee heb ik een klein beetje een schets willen geven van de verschillende data die ertoe geleid hebben om deze variant op de kaart te brengen. En zou ik willen overgaan naar de volgende spreker, Bruno Verhasselt, die zal spreken over de labotesten, de genetische testen die aanwezig zijn. Voilà. Ja, dankjewel. Ik ontvang ons met de afstandsbediening. En collega Kalles heeft mijn plexibubbel verlaten, dus ik kan ongemaskerd jullie toespreken. Ja, dat is dus inderdaad de titel die ik gekregen heb. Ik zou eens willen illustreren hoe we precies testen en die genetische surveillance waarvan net sprake in het laboratorium kunnen uitvoeren. Nu, als we een gastheer-pathogeenrelatie beschouwen, kunnen we dat een indringer noemen, maar ook een gast, is het belangrijk om de gast goed te leren kennen, om hem te begrijpen. Het kan therapeutisch, maar ook diagnostisch belangrijk zijn. Er kan veel gezegd worden over SARS-coronavirus type 2, maar wat zeker positief aan het virus is, is het genoom. Het is een positief strand RNA-virus. Wat betekent dat? Dat het RNA, het genoom, direct kan vertaald worden in eiwit. Dus eigenlijk is dat een messenger RNA. Dit RNA wordt tot expressie gebracht onder vorm van eiwitten, maar sommige delen van het RNA zullen ook vertaald worden in subgenomische RNA's. Om dat eens te tonen, hier ziet u een tekening van het virus, een cartoon waarbij u de verschillende bestanddelen ziet getekend. Het S-eiwit, daarnet al vermeld als een belangrijk component dat in de membraan zit. Ook membraaneiwitten, envelopeiwitten zijn aanwezig en proteïnen dat rond het RNA zit. Dus een heleboel structurele eiwitten waar het virus heel wat kopies van nodig heeft. Vandaar dat u ziet in de slide getekend, dat wordt afgeschreven van subgenomische RNA's. Terwijl het eerste deel van het genoom, de ORF-regio, meer regulatoire eiwitten zijn. En een van die eiwitten die daar voorkomen is het RNA-afhankelijk RNA-polymerase. Want inderdaad, het virale genoom, zoals hier getekend, heeft dus de vorm van een messenger RNA met een poly-A-staart en wordt bij de replicatie van het virus omgezet in een negatieve kopie door dat enzyme dat afkomstig is van het ORF1B-segment. Er worden dus heel veel kopies gemaakt van die negatieve streng, en die wordt op zijn beurt opnieuw gekopieerd tot een positieve dochterstreng. En door deze heen en weer kopiëren gaan we dus enerzijds hebben dat er heel wat kopies kunnen bijgemaakt worden. Het is zo dat er van één kopie die binnenkomt, dat er relatief veel dochterkopies gemaakt worden, duizenden dochterkopies. Een tweede fenomeen is dat zo'n mechanisme ook toelaat dat het virus mutaties kan aanbrengen. En zo zie je bijvoorbeeld hier als voorbeeld dat er in het S-eiwit, of de codering voor het S-eiwit, een mutatie spontaan gevormd wordt, omdat dat polymerase vaak foutjes maakt. En door het eigen polymerase te hebben, heeft zij daar controle op en gaat het ervoor zorgen dat er relatief veel fouten gemaakt worden. Waarom? Omdat het maken van fouten is voor een virus eigenlijk een voordeel. Het kan zich beter aanpassen aan een andere gastheer of aan nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld, als het ooit zover komt, antivirale medicatie. Of, zoals straks al geïllustreerd worden, immuunrespons tegen het virus. Nu,
Hoe gaan we dat concreet gaan sequineren? Hier heb je een kleine cartoon die dat wat uitlegt, de techniek die we in Gent gebruiken. Het genoom van het virus dat een RNA-genoom is, wordt omgezet in DNA. Dat wordt dan geamplifieerd, voorzien van barcodes moleculair en van adapters, die dan toelaten dat het genetisch materiaal in DNA omgezet wordt gelezen door wat je daar op het einde ziet staan als cartoontje, de nanopore. Dat is eigenlijk een moleculaire structuur die deze DNA-strand door een kanaal binnenpompt. En bij het binnenpompen kan over het moleculair complex een stroom gemeten worden. Je ziet dat wat meer in detail uitgelegd. Dus een DNA-strand wordt door deze poriën gepompt. Je krijgt een elektrisch profiel en onderaan de slide in panel C zie je uitvergroot verschillende stroommetingen, dat zijn picoamperes. Maar het niveau van de stroom per pori kan een indicatie geven van welk nucleotide er doorkomt en zelfs wijzigingen van nucleotide kunnen opgepikt worden. Dit gebeurt in een heel klein toestelletje dat je rechtstreeks aan een computer kan aansluiten waarin een flowcel zit, zoals we dat noemen. Dus een device waarin verschillende van die nanopores aanwezig zijn, zodat je parallel kan sequencen. Dus dit is een voorbeeld van massieve parallel sequencing die heel veel data kan genereren. Zo'n 30 gigabyte wordt gegenereerd tijdens één run. En dit is dan het resultaat. Het kan nog net op één slide. Het is misschien te klein om te lezen. Maar het is dus een genoom van ongeveer 30.000 nucleotiden, wat toch nog altijd vrij beperkt is in vergelijking met andere genomen, ook van andere virussen. Een genoom dat codeert voor al die verschillende eiwitten. Nu, wat gebeurt er wanneer zo'n gast binnenkomt? Hoe gaat hij zich nestelen in ons lichaam? Hoe gaat hij evolueren? Zoals net gezegd, wanneer zo'n virus binnenkomt in een cel, gaat het zich repliceren via die negatieve en die positieve kopieën en daarbij bewust waarschijnlijk fouten maken. En hier zie je zo één foutje die gebeurd is, kun je zeggen, wanneer het dochtervirus bekeken wordt die uit uit de besmette cel komt, dan zijn er dochtervirussen die daar één mutatie hebben. Deze dochtervirussen kunnen op hun beurt weer andere cellen gaan infecteren en de evolutie gaat verder en je ziet dat geleidelijk aan mutaties kunnen accumuleren. Dat is een normale evolutie die random gebeurt, maar het feit dat deze virussen voorkomen geeft aan dat deze mutaties op zijn minst niet nadelig zijn en misschien zelfs voordelig zijn voor die dochtervirussen. Nu, een van de gevolgen is wanneer we dit RNA dan gaan omzetten in DNA om het te detecteren, dus om te PCR'en, dan gaan we primers gebruiken die mogelijk kunnen liggen in gebieden waar die mutaties voorkomen. En zoals je ziet in deze figuur, wanneer dit omgezet wordt in DNA, dan kan die primer terechtkomen in een gebied waar mutaties aanwezig zijn en op die manier de detectie gaan inhiberen, dus moeilijker maken of zelfs onmogelijk maken. En vandaar, zoals Steven Callens net heeft uitgelegd, een van die eigenschappen van de UK-variant is dat hij voor een bepaalde PCR-test negatief wordt, omdat toevallig net die primer ligt in een gebied waar die variant gemuteerd is. Dus mutaties kunnen het detecteren van het virus beïnvloeden, vandaar het voordeel om met verschillende targets te werken bij detectie, dat je niet afhankelijk bent van één regio die misschien gaat wijzigen in de loop van de geschiedenis. Een tweede gevolg van deze mutaties, kan ook voordelig door ons gebruikt worden, is dat je die virussen van elkaar kan gaan onderscheiden. Zo hier bijvoorbeeld een clusteranalyse waarbij je ziet dat de gele cluster met elkaar wordt samengelinkt. Waarom? Omdat je duidelijk een filogenetische band ziet tussen deze virussen met geleidelijk aan toenemende mutaties in vergelijking met de originele parenterale virus. Terwijl je ziet dat het groene virus onderaan mutaties heeft, maar op een andere locatie dan het gele virus, waardoor je ze van elkaar kan onderscheiden. Wanneer je dus twee patiënten hebt die geïnfecteerd zijn en je vindt bij de ene het gele en bij de andere het groene, heb je een heel krachtig argument dat zij niet door dezelfde bron geïnfecteerd zijn. Terwijl als je bij patiënten de gele virussen ziet, kan je door deductie veronderstellen dat er een link is in overdracht, zeker als je die accumulatieve mutaties gaat bekijken. Dus die mutaties zijn nuttig om te typeren, zoals we dat noemen,
om het virus dus te gaan moleculair omschrijven, een vingerafdruk te maken van het genetisch materiaal en zo stammen van elkaar te kunnen onderscheiden. Hier een voorbeeld van een analyse die we in UZ Gent gedaan hebben in de eerste golf, waarbij je dus ziet dat we toen nog heel weinig mutaties hadden ten opzichte van de Wuhan-referentie. Een drietal mutaties vonden we bij een reeks patiënten hier in het roze gebied getoond. Nu, sommige van deze patiënten en ook medewerkers waren geïnfecteerd met een virus dat daar lichtjes van verschilde. Bijvoorbeeld in het appelblauw zeegroene veldje zie je één extra mutatie. En sommige van deze patiënten of medewerkers hadden stapsgewijs nog een één extra mutatie verworven, in de cartoon voorgesteld. Dus je kunt daaruit afleiden dat er een chronologisch verband moet zijn, waarbij de personen met twee extra mutaties later geïnfecteerd zijn dan de persoon met één extra mutatie. En zo kun je dus ook transmissieketens gaan veronderstellen tussen personen en kun je uitbraak ook analyseren. Bijvoorbeeld zie je wie was de bron en wie is er dan achteraf geïnfecteerd geweest. Dat kan belangrijk zijn bij het begrijpen van effecten van inperkende maatregelen of het falen van inperkende maatregelen. Wat je hier ziet is opnieuw zo'n analyse met een genetische vergelijking tussen isolaten. En ik ga eventjes terug naar de vorige slide, dat laat het makkelijker uitleggen. Zo'n boom wordt opgemaakt door het tellen van variaties tussen stammen. En elk stapje wordt vertaald in een lengte. Dus onderaan zie je ook een schaal waarbij aangeduid wordt dat één stukje in het horizontale asgebied één mutatie veronderstelt. Dus hoe verder je moet reizen tussen twee isolaten, hoeveel stapjes je moet zetten, hoe meer mutaties ze van elkaar verschillen of meer variabiliteit er is. Dus hoe langer de afstand die je moet afleggen tussen twee isolaten, hoe meer diversiteit. En zo kun je dus, dat kost al wat rekenkracht, kun je heel veel isolaten met elkaar vergelijken en zie je bijvoorbeeld op deze boom die nu als een cirkel voorgesteld wordt, dat sommige van deze isolaten heel dicht bij elkaar liggen, dus je moet weinig afstand afleggen wanneer het ene puntje met het andere gaat vergelijken. Kijk bijvoorbeeld aan het heel licht groene gebied. Daar zijn heel veel virussen bij die op een lijn liggen. Die zijn dus allemaal identiek. Terwijl je andere kleurtjes ziet opkomen, andere isolaten, die dan ook verder van elkaar liggen. Vandaar ook dat je in die boom langer moet reizen in de asschaal om ze met elkaar te kunnen verbinden. En dit is heel nuttige data, want zo kan je bijvoorbeeld bewijzen dat een uitbraak op een afdeling het gevolg is van het verspreiden van één en dezelfde kloon, één en dezelfde stam, en niet het gevolg is van multiple introducties, dus van verschillende import van buitenuit. En dan opnieuw kan u helpen om te begrijpen waarom die uitbraak gebeurt, en dus voor inderdaad maatregelen extra nodig zijn om die transmissieketen te gaan kortwieken. Dit is eigenlijk een analyse op microschaal, kun je zeggen. Je ziet evolutie optreden in één instelling, in één groep personen. Dus op een heel kleine schaal, dankzij geleidelijke mutaties die optreden. Je kan het ook op een grotere schaal doen. Hier zie je bijvoorbeeld sequenties die in België verzameld zijn. Momenteel komen de meeste sequenties uit Luik, Leuven en Gent, waar de sequentiefaciliteit reeds gebruikt wordt. En zo zie je dus dat in ons land de originele Wuhan-mutant, die helemaal onderaan tegen de basislijn staat, verdwenen is en vervangen is door mutanten die hoger in de lijst staan, dus nieuwe kleeds, die bijvoorbeeld gemuteerd zijn op positie 614 in het S-eiwit. Dat zie je ook goed in de volgende slide. Je ziet dus die typische D naar G-mutatie op die positie aangetoond. En alle isolaten die we momenteel in ons land zien circuleren, hebben deze mutatie. Het is een mutatie die ervoor gezorgd heeft dat het virus wat makkelijker overdraagt, zoals daarnet ook weer kort aangehaald. Dus opnieuw, sequenering is een krachtige tool om verspreiding ook op macroschaal te gaan analyseren, maar ook om biologische linken te leggen en functies te gaan leggen met sequenties. Dus hoe slaagt onze gast erin om de wereld te gaan veroveren? Dat is dankzij zijn variabiliteit, waar hij zich kan aanpassen aan nieuwe gastheren, nieuwe omstandigheden. En voor dit virus heeft men kunnen uitrekenen
dat je ongeveer om de 2 weken een nieuwe mutatie ziet opkomen die, als je dat gaat uitrekenen vanaf de oorspronkelijke Wuhan-mutant. Natuurlijk zijn er mutaties mogelijk op verschillende posities. Dan krijg je heel veel combinaties mogelijk. Dus heb je heel veel verschillende stammen die wereldwijd aan het circuleren zijn. En onderaan zie je een slide waarbij aangetoond wordt dat we inderdaad nu met kleed 20 te maken hebben in ons land en in andere delen van de wereld, waarbij de oorspronkelijke Wuhan-mutant voor een groot deel verdrongen is, dankzij het competitieve voordeel van die dochtervirussen met die mutatie. Dus dat toont aan dat die mutaties die spontaan optreden en dat random zijn, soms uitgeselecteerd worden bij een selectief voordeel van die dochtervirus. En dit geeft dus een geografisch overzicht waarin het blauw nog het oorspronkelijke Wuhan-variant getoond is, maar je ziet wereldwijd vervangen door de nieuwe mutant die de extra affiniteit heeft voor zijn receptor. Dus hier wil ik eigenlijk beëindigen. Wat is de take-home message? De take-home message is dat het virus continu evolueert. Dat gaan we zeker niet kunnen kortwieken. Dat is een voordeel voor het virus en op lange termijn ook een voordeel voor ons. We zijn nu nog vaak wat bevreesd voor infectie, omdat heel veel mensen toch een zware ziekte ontwikkelen. Dat is typisch voor een recente sprong van een pathogeen naar een gastheer. We mogen ervan uitgaan dat over de jaren, decennia, misschien eeuwen, het virus geleidelijk aan zich zal aanpassen aan ons, waardoor het veel minder pathogeen wordt en het een banale verkoudheid wordt, zoals zijn collega coronavirus. En hier zou ik willen eindigen, mede-moderator. Oké, dankjewel Bruno voor deze heel toegankelijke introductie in de sequentieanalyse van het virus. Als laatste spreker hebben we professor Linus van de Kerkhoven, infectioloog aan het UZ Gent en dan hoofd ook van het HIV Cure and Research Center, die heel wat onderzoek heeft gedaan. En als Linus zijn microfoon aanzet, dan kan hij meteen beginnen. Zo. Dankjewel, Steven. Goedemiddag allemaal. Dus ik zal het hebben over hoe varianten kunnen ontsnappen aan immuniteit en vaccinatie. Dus het coronavirus is onder de meeste mensen gekend als een virus met dus een aantal uitsteeksels. Dus het is het S-eiwit, het spike-eiwit, die ervoor zorgt dat het virus eigenlijk kan binden aan onze cellen. En het is ook een belangrijk doelwit voor vaccinatie of ook voor het ontwikkelen van onze eigen immuniteit tegen dit virus. Dus die uitsteeksels die je ziet zijn dus spike-eiwitten, zoals eerder aangehaald, die belangrijk zijn naar vaccinatie toe. Nu, de SARS-CoV-2-levenscyclus is al uitgebreid besproken. Wat er dus belangrijk is als we het hebben over varianten, hoe ze ontstaan en wat de gevolgen zijn, is dat er inderdaad een RNA gekopieerd wordt, maar vaak fout gekopieerd wordt, zoals zeer duidelijk al uitgelegd door collega Bruno Vergasselt. Nu, vanuit het mRNA wordt er, vanuit het RNA, die dus een positieve streng is, worden er onmiddellijk eiwitten aangemaakt en een fout in het mRNA heeft niet alleen gevolgen voor het opsporen, namelijk dat primersequenties niet meer zouden werken, maar heeft dus ook inderdaad een impact op, de bouwstenen van het virus, namelijk eiwitten die gemaakt worden. En de codering zal dus anders verlopen. Als men dus fouten maakt in het RNA, zal het vertaald worden in fouten of veranderingen in de aminozuursequentie en uiteindelijk in andere eiwitten die er net iets anders uitzien. Dus dit is het genoom, dit hebben we daar straks al besproken ook. Dus een belangrijk punt is de S1 subunit, is dus dat receptorbindend domein, het deeltje waarbij het virus, het stukje van het spike-eiwit, van dat uitsteekseltje, waarmee het virus effectief gaat binden aan onze cellen. En dit moet je eigenlijk zien als een sleutel-slot-systeem. Dus de receptorbindend domein, die een deel is van het spike-eiwit, heeft een bepaalde code en deze code bepaalt de vorm en die vorm bepaalt
de interactie, de affiniteit voor de receptor, voor het slot waar, die op onze cellen staat en waarmee dus het virus effectief kan binnendringen. En dit is eigenlijk het hele, of een groot deel van alles wat we discussiëren, heeft te maken met deze cruciale interactie tussen het receptorbindend domein van het virus en de ACE2-receptor van de gastheer. En wat er moet gebeuren is, zoals hier weergegeven, als je van links naar rechts gaat, in de grijze bollen zie je dus het S1, het spike-gedeelte, met daarop dus het receptorbindend domein. Dit moet geactiveerd worden, zodanig dat wanneer we naar rechts gaan, een hoge affiniteit kan zijn vanuit de receptor voor de ACE2, vanuit het spike-proteïne, vanuit het receptorbindend domein voor de ACE2-receptor. Dus echt, zoals je ziet op de rechterfiguur, een sleutel die in een slot gaat passen, om dan te leiden tot membraanfusie en virale entry. Nu, wat zijn belangrijke vragen wanneer we denken aan varianten? Waarom zijn ze er? Hoe kunnen we ze opsporen? Dat is al uitgebreid besproken. Hoe ontstaan ze? Hoe frequent zijn ze? Welke zijn er de laatste maanden opgedoken wereldwijd? Zal plasma die we gebruiken van iemand die, virus, die de infectie heeft doorgemaakt, werken? Bij mensen die geïnfecteerd zijn met nieuwe varianten. Dezelfde vraag voor monoclonale antistoffen. Wat met de goedgekeurde vaccins, antivirale middelen en hoe kunnen we het ontstaan indijken? Nu, waarom zijn ze belangrijk? Was al zeer dominant aanwezig op bepaalde websites, zoals hier het ECDC, dus de Europese Centrum voor Disease Control, die 20 december aankondigt dat er een snelle stijging is van SARS-CoV-2 variant in de UK. Initieel waren bepaalde kranten huiverachtig om dit als belangrijk te beschouwen. Dus je ziet hier de standaard beschouwt het direct als zeer belangrijk, omdat het meer infecties kan zou teweegbrengen. Maar er waren andere kranten die wat afwachtender waren, tot er ook sprake was van nog meer varianten. En dan was het inderdaad plots vanaf 22, 23 december alle hens aan dek. En waarom is dat zo? Waarom zijn die varianten mogelijk belangrijker? Wel, het is al aangehaald, figuur links, die mogelijkse meer virus, meer een hogere transmissie bij mensen met eenzelfde ziektepatroon. De mensen worden niet zieker ervan, ze zijn gewoon meer besmettelijk waarschijnlijk naar anderen toe in de figuur links. Rechts zie je een opdeling vanuit de UK, vanuit het Verenigd Koninkrijk naar leeftijd toe, waarbij men een onderscheid gemaakt heeft tussen de mensen die geïnfecteerd worden met de variant versus de niet-variant. En die verhouding suggereert dat er meer kinderen zouden geïnfecteerd zijn. Nu, men moet wel altijd zeer beducht zijn bij zo'n analyses wat andere maatregelen zijn, zoals lockdown en het dragen van maskers op scholen en andere maatregelen die in scholen genomen worden. Desalniettemin, denk ik, is het belangrijk om dit zeer goed te gaan monitoren. Gisteravond nog kwam dit nieuws voorbij. De Britse coronavariant bij een 50-tal mensen na een uitbraak op een school in Nederland, wat tot bezorgdheid leidt. Of dit al dan niet moet leiden tot scholen die men moet sluiten, daar kunnen we een aparte webinar over organiseren, denk ik. Wat ook hier in deze meta-analyse rechts aangetoond is, en die wou ik jullie toch niet weerhouden, is dat er de studies, en dat men heeft hier meer dan 3000 studies bekeken, UK onderzoekers van de University of Cambridge, en zij vonden dat er waren bevindingen die varieerden, dat er geen verband was tot een 62% relatieve vermindering van incidentie van sterftecijfers. Maar de onderzoeken met een laag risico op bias rapporteerden geen verband. Dus het zijn vooral onderzoeken die hier aangehaald waren waarbij er mogelijk bias was, omdat er een hele reeks maatregelen genomen worden, waardoor het eigenlijk heel moeilijk is om naar een geïsoleerd effect van scholen te kijken. Bij scholen is er mogelijk ook in Vlaanderen, in België, nog ruimte om ook andere grote ruimtes te gaan gebruiken en scholen open te houden, maar dit laat ik aan de werkgroep over die zich daarover buigt. Nu,
Een ander punt die nog niet aangehaald is, is de mogelijkheid om een ander ziektebeeld te induceren. Zoals ik al zei, enerzijds heb je verhoogde transmissie door mogelijk bijvoorbeeld betere interactie tussen de sleutel en het slot. Maar bij kattencoronavirussen is het toch heel duidelijk dat men verschillende ziektebeelden zou kunnen opmeten wanneer men kijkt naar varianten binnen eenzelfde coronavirusstrein. En die kunnen dan bijvoorbeeld granulomen geven of vasculitis of oculaire afwijkingen. Hoe zit dat precies? Wel, gezonde katten kunnen geïnfecteerd worden met wat men noemt het feline enterische coronavirus. En dit virus, dit virus is vrij onschadelijk, veroorzaakt wat milde diarree, maar is verder vrij onschadelijk. Maar mutaties binnen dit virus geven aanleiding tot het feline infectieus peritonitis virus. En dit is zeer pathogeen. Dit is, geeft een systemische aandoening in andere celtypes, monocyten, macrofagen. En hoe dit juist moleculair zit, is nog altijd een beetje een raadsel. Maar het is zo dat dus die vele katten kunnen geïnfecteerd zijn met het feline enteris coronavirus. Een aantal ontwikkelen het feline infectieus peritonitis virus. Het is toch wel iets waar we ook beducht moeten op zijn en waarvoor de voorafgaande sequencing dus heel belangrijk is om dit ook in het oog te houden. Nu, andere redenen waarom varianten mogelijk belangrijk zijn, zijn al aangehaald of worden straks behandeld. Hoe ontstaan die varianten? Wel, dit is ook al, denk ik, duidelijk uitgelegd door collega Verhasselt. We hebben dus een ruimte, grote ruimte tot fouten maken. Is dit uniek voor coronavirussen? Zeker niet. Maar we weten dat het meer voorkomt bij RNA-virussen dan bij DNA-virussen. En hier zie je bijvoorbeeld bij HIV wordt er een enorme variabiliteit, diversiteit geïnduceerd bij een acute infectie. HIV is ook een RNA-virus. Nu, wat gebeurt er wanneer die fouten geïnduceerd worden? Het is eigenlijk het principe van survival of the fittest. Dus die virussen die een levensvoordeel hebben, die zullen overleven. Ik zie hier het virus links klein terug weergegeven. En deze virussen kunnen dus, geven eerst aan zich vermenigvuldigen, geven heel veel partikels, die vervolgens nog meer partikels, nog meer virussen aanmaken. Maar in die virussen, en je moet kijken naar de bovenste zes, zijn er dus fouten. En die fouten, of die veranderingen, we moeten ze eigenlijk eerder veranderingen noemen, kunnen dan, afhankelijk van de druk die er is, aanleiding geven tot een virus die mee uitgeselecteerd wordt en mee kan verder verder een grote populatie aan virussen tot stand brengen. En de factoren die daar een invloed op hebben, dat kunnen cellulair gebonden factoren zijn, onze immuniteit, virusremmers, maar ook sommige virussen kunnen cellen gemakkelijker infecteren of virussen kunnen ook overspringen naar zoogdieren. Dit heeft voor gevolg, wanneer we kijken door de verschillende golven heen, dat er dus varianten ontstaan die in een bepaalde golf dominant aanwezig kunnen zijn. Nu, er is altijd een blijvende mogelijkheid tot ook interacties met gastgeren, dus uit het dierenrijk, en die kunnen ervoor zorgen dat er dus mutaties verder geprefereerd of geïnduceerd worden. En hier zie je, in deze figuur, zie je hoe die mutaties dus kunnen geïnduceerd worden in wisselwerking met een hele reeks verschillende gastgeren, wanneer we gaan kijken naar het spike-protein en zeer specifiek rechtsboven naar het zo cruciale receptorbindend domein, die gaat bepalen hoe de sleutel aan het slot gaat binden. En mutaties van twee aminozuren in bijvoorbeeld het SARS-coronavirus van palmcivetkatten zorgen ervoor dat dit virus wel mensen kan infecteren. Dus het zijn cruciale aminozuren, bouwsteentjes in het receptorbindend domein, in het sleutelslotsysteem, die gaan bepalen hoe het virus kan zich vermenigvuldigen en eigenlijk het winnen ten opzichte van de gastheer en zich verder gaat vermenigvuldigen. Nu, hoe is dat dan gebeurd met de Wuhan-strein? Dus men moet het voor eerst opmeten. En hier was helemaal eind februari, begin maart, waren er 3 genomen gesequenced. Nu zijn er een aantal duizenden gesequenced. En hier zie je de situatie half mei. En nu de situatie eind december. Wat dus belangrijk is, we hebben dus een behoorlijke surveillance van een aantal delen van de wereld, maar we hebben ook stukken die helemaal
ontbreken, waarbij dus dat die opvolging veel minder of niet gebeurt. Zoals eerder aangehaald, hoe ontstaan die SARS-CoV-varianten, welke factoren beïnvloeden dit? We hebben dus ongeveer 2 mutaties per maand, waardoor dat er dominante strains zullen ontstaan en andere zullen verdwijnen. En zo is die ene fameuze mutatie, de D614G, die eigenlijk de bovenhand heeft genomen. En die dus nu de dominante kleit is. Ook in Gent zien we dat heel duidelijk in de figuur linksonder. Zagen we van in de eerste golf al dat die mutatie aanwezig was. Maar nu zien we dat dat inderdaad een zeer dominante kleit is. En die dus ook iets besmettelijker is of iets hogere waarde heeft in de virusmetingen. Nu, vanaf september zijn er anderen ontstaan, namelijk er is eigenlijk een melding geweest vooral vanuit nertsenboerderijen in Nederland, linksonder, waarbij dus bepaalde nertsen geïnfecteerd waren met het SARS-coronavirus. Erger was de situatie weergegeven in de filogenetische boom in het midden, waarbij dus nertsenvarianten ook mensen infecteerden, mensen opnieuw nertsen gingen infecteren in Denemarken, waardoor dus er een continue wisselwerking was tussen nertsen en mens, waarbij dus een deletie, een stukje eiwit ontbrak op het aminozuur 6970 en een mutant 453F die in het receptorbindend domein is, ligt. En deze interactie is dus eigenlijk een ideale voedingsbodem om het virus te laten ontsnappen aan immuniteiten, te laten ontsnappen aan bijvoorbeeld ook antistoffen of plasma. En hier zie je verder dus hoe die mutatie stelselmatig opgebouwd wordt. We beginnen met de D614G en dan een deletiemutant links onder. Dus we gaan naar de delta 6970 en van daaruit kunnen dan terug nieuwe mutanten verder opgebouwd worden. En rechts in de figuur zie je in het N-terminal domein, in de middenste figuur zie je een weergave van dus de spike, waarin dus die mutatie blijkbaar driedimensioneel toch dicht genoeg ligt bij het receptorbindend domein om ook een mogelijk functioneel effect te hebben of ook een effect te hebben op de manier waarop dat we antistoffen kunnen maken tegen dit S1 eiwit. En toen kwam er, als we verder opbouwen, na die deletie, is men gekomen met die befaamde UK-variant. En hier ziet u links, die UK-variant is teruggevonden in september van in Kent en ook een staal vanuit Groot-Londen. Wordt gekenmerkt door 3 mutaties, waarvan er dus een eentje, de 501, recht in het receptorbindend domein ligt en dus de spike deletie die op afstand ligt, maar mogelijk wel een effect geeft op de manier waarop we antistoffen kunnen maken. En dan de mutatie 681G die die meer upstream ligt naar een site die moet gesplitst worden, maar die mogelijk ook belangrijk kan zijn voor dus, de fusie en voor een functioneel effect. En dan kwam er 2 dagen later dus een andere strain, namelijk die 501YV2, die gekenmerkt wordt door een heel reeks mutaties, maar waarvan er terug een aantal in het receptorbindend domein liggen. En waarbij de 417, 484 en 501 zitten. De 501 die ook in de UK-variant zit, maar dus een aantal mutaties die als nieuw beschreven werden. Ik kom op de 484 nog uitgebreid terug. Dus wanneer we kijken naar eventjes terug naar de UK-variant vanuit de 501-strain, we zien dat dus die mutatie relatief al aanwezig was in september, maar in begin september, maar daarna was het vooral de combinatie met de deletie die verder toenam. En wanneer men dit ging sequencen, zie je dus in de rechterfiguur een boom, zoals ook door collega Verhasselt had uitgelegd, met een lange rode streep, wat eigenlijk suggereert dat er heel wat mutaties na elkaar zijn ontstaan binnen een mogelijk eenzelfde persoon. Iemand die bijvoorbeeld zware chemotherapie krijgt, cortisone, en die dan, waarin het virus dus lange tijd circuleert, en zich ook kan aanpassen, eventueel nog beter aan de gastheer of ontsnappen
aan bepaalde immunotherapieën. En eenzelfde verhaal is gerapporteerd door de collega's van Boston, waarbij dus een hele reeks mutaties ontstaan in de rechterfiguur weergegeven bij een patiënt die lange tijd onder immunosuppressieve therapie stond en een hele reeks behandelingen kreeg. Nu, de vraag die je hier stelt is, hoe zit het dan met de andere organen? Is dat enkel in de longen? En hier zie je een dubbele kleuring voor SARS-CoV-2 eiwitten met keratinocyten in verschillende organen. Dus long, nier, lever, hart en mild, waarbij telkens gekeken wordt of als SARS-CoV-2 aanwezig is. En bij immunogecompromitteerde patiënten zie je dat er dus duidelijk in nier en lever een dubbelkleuring is die positief is. In hart en mild is het veel minder aanwezig, maar vonden we toch ook bij onderzoek ons eigen labo positieve cellen voor SARS-CoV-2 bij iemand die immuungecompromitteerd is. En deze data zijn ook publiek, ook al door anderen getoond. Dus het virus kan ook wel teruggevonden worden in andere organen. Nu, welke andere varianten zijn er dan nog opgedoken? Wel, ik illustreer er hier nog eentje. Dus we hebben dus die melding van die 501 variant uit Zuid-Afrika. En wanneer je hier naar de filogenetische boom kijkt, dan zie je dat dus er eigenlijk een accumulatie is van mutaties, maar je hebt veel minder die ene rechte lijn. Dus wat de suggestie is hier van de auteurs, is dat er eigenlijk bij een reeks mensen die een gedaalde immuniteit hebben, en dit is data uit Zuid-Afrika, dus mogelijk HIV-patiënten met een eindstadium immuniteit, dat er wisselwerking is en dat ze elkaar besmetten en dat het virus toch overjumpt van de ene persoon naar de andere in de context van de lage immuniteit en zo zich probeert langere tijd aanwezig te zijn om mutaties te accumuleren en uiteindelijk een benefit te hebben. Nu gaan we meer naar functionele vragen. Dus zal bijvoorbeeld convalescent plasma werken bij nieuwe varianten? Wel, convalescent plasma is dus plasma die men haalt uit een persoon die de ziekte heeft doorgemaakt. En hier zie je links, wanneer men naar neutralisatie kijkt, in de donkere bar weergegeven wildtype en daarnaast dus de deletie van 2 aminozuren. En hier ziet je dus dat dus een verminderde activiteit is van convalescent plasma wanneer men dus dit gaat toepassen bij personen die dus geïnfecteerd zouden zijn met een mutant virus. Dit is wel in vitro data, moet nog aangetoond worden in vivo, maar op zijn minst zorgwekkend. We kunnen ervan uitgaan dat de immuniteit die ontstaat naar convalescent plasma, dat deze toch vrij gelijkaardig zal zijn aan een immuniteit die ook ontstaat na vaccinatie en daarom zorgwekkend. Nu, zullen monoclonale antistoffen werken bij nieuwe varianten? Monoclonale antistoffen, zoals je links ziet, die binden aan een bepaald epitoop, een bepaalde regio van het receptorbindend domein. En wanneer men dus in de rechterfiguur gaat kijken, dat is een weergave van een reeks mutanten en een reeks donoren, of een reeks antistoffen, dan zie je eigenlijk dat er grote variabiliteit is in de mate van resistentie of in de mate van neutralisatie wanneer dat er geen resistentie is. Dus het zal heel specifiek zijn, de plaats waar een monoclonaal antistof bindt, wanneer dit epitoop gevrijwaard is, dus niet aangetast wordt door de mutatie of de regio daar rond niet aangetast wordt, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat die monoclonaal gaat werken. Wanneer dat niet zo is, wanneer dat effectief een epitoopverandering is, dan kunnen we ervan uitgaan dat het monoclonaal niet gaat werken. Voor Regeneron betekent dit concreet dat er waarschijnlijk één van de 2 antistoffen die in de cocktail zit uitvalt voor de UK-variant. En voor de Eli Lilly betekent dit waarschijnlijk dat die volledig uit zou vallen voor de UK-variant als we afgaan op deze gegevens. Dus dat heeft toch wel een zeer belangrijke impact. En die data werd door verschillende groepen bevestigd met verschillende antistoffen en verschillende monoclonalen. Nu, de key vraag is waarschijnlijk voor velen van, zullen de goedgekeurde vaccins werken bij nieuwe varianten? Wel, het is zo dus dat er de BioNTech heeft een press-release gedaan waarbij ze zeiden dat ze tegen de eerste week zullen data hebben of die hun vaccin zal werken tegen
deze variant, an experiments are underway that should confirm this at the first week of 2021. Deze eerste week is bijna voorbij, dus ik verwacht dat er elk moment data zal komen. Maar het is niet zo eenvoudig, omdat je die virussen effectief moet gaan heraanmaken waarschijnlijk, of gaan opkweken om tot die data te komen, en dat het dikwijls toch een moleculaire challenge kan zijn. Nu, hoe gaan we concreet op die vraag antwoorden? Er is zeker een bezorgdheid. Hè? Dus nog eens, de figuur rechts toont dat plasma van mensen die het virus hebben, die ooit zijn geïnfecteerd, dat dit minder neutraliserend werkt. Maar dit is enkel bij een vijftal patiënten aangetoond, maar ondertussen ook bij grotere reeksen. Nu, een heel interessante publicatie links kwam een tweetal dagen geleden online van Jesse Bloem, die dus echt een man is die die mutanten door en door kent en die de modeling doet voor heel veel wetenschappelijke publicaties. Wat zij zeggen is, wanneer ze epitope mapping gaan doen, is dat dus een zeer belangrijke of ontrustende mutatie is die E484 mutatie, die terugkomt in de figuur rechtsboven en die ook aanwezig is in de Zuid-Afrika variant en ook aanwezig is in de nieuwe Braziliaanse variant die recent gemeld is en waar ik zelf niet dieper ga ingaan omwille van tijdsgebrek, maar er ontstaan dus varianten die 484E-variant in zich hebben. En waarom is dat zo? Omdat we dus antistoffen maken. En antistoffen worden eigenlijk random gemaakt, maar volgen toch wel een bepaald patroon. En de V3-loop is zeer sterk bepalend voor de antistofbinding aan het receptorbindend domein. En die V3-loop komt uit een cassette 53 en 66 om specifiek te zijn, zijn voorbestemde antistoffen die vele mensen gaan maken wanneer men dus antistoffen tegen dat receptorbinding domein gaat maken. En het is net dat die voorbeschikte cassette die uitvalt wanneer die E484 mutatie aanwezig is. De impact daarvan zal zijn dat bepaalde personen mogelijk minder immuniteit zullen aanmaken, minder goede respons zullen hebben op een vaccin. Dus zeer specifiek voor de Zuid-Afrika variant. Voor de UK variant zijn we iets minder bezorgd. Maar dat moet toch ook allemaal nog aangetoond worden met in vitro, met in experimenten in vitro en ook na vaccinatie. Nu, om deze presentatie af te sluiten, zullen antivirale middelen werken bij nieuwe varianten? Wel, zoals reeds aangegeven, ook door collega Verhasselt, dus bijvoorbeeld remdesivir is een inhibitor van het RNA-afhankelijke RNA-polymerase. En het hangt er allemaal vanaf of als we mutaties zien in dat RNA-afhankelijke RNA-polymerase, kunnen we ervan uitgaan dat het mogelijk zijn effect zal hebben op remdesivir. Dus antivirale middelen die binden aan een virale target, kan het virus ontsnappen door een resistentiemutatie te induceren, waardoor de binding bijvoorbeeld met de remdesivir niet meer opgaat. Nu, hoe kunnen we het ontstaan van nieuwe varianten indijken? Ik heb gezegd dat varianten mogelijk kunnen ontsnappen aan vaccinatie met een grote bezorgdheid voor de Zuid-Afrika variant en nieuwe varianten die 484 in zich hebben. Maar eigenlijk is de enige manier om dit in te dijken is transmissie tegen te gaan. Transmissie kunnen we tegengaan door maatregelen te nemen, maar vooral door massief ook te gaan vaccineren. En dit is wat we hopelijk ook in België gaan doen, dus de komende weken. En ik ben zeer verheugd dat het vaccinatieprogramma versneld uitgerold zal worden. Want het is enkel, en het is niet omdat bepaalde varianten zouden ontsnappen aan vaccinatie, dat we moeten minder gaan vaccineren. Je moet het juist omgekeerd doen. We moeten meer vaccineren, zodanig dat we het virus niet de kans geven om effectief te gaan muteren en zich te verspreiden. Nu, ik ben door deze punten gelopen, dus ik heb een hele reeks vragen proberen te beantwoorden. En de bottomline vraag, of de meest prangende vraag is denk ik, zullen vaccins werken? We hopen daar heel snel meer data over te hebben, maar er is zeker een bezorgdheid voor een aantal varianten en specifiek voor degenen die de E484-mutatie hebben.
Ik wil bij deze nog heel wat collega's bedanken, ook voor de intellectuele input en de discussies die we dagelijks hebben rond het virus en zijn evolutie. Specifiek Laurens Lambrechts vanuit mijn groep, die zeer specifiek en nauwkeurig dit opvolgt, die ook sequencing heeft helpen opzetten binnen het UZ Gent. De collega's Bruno Verhasselt en Steven Callens voor de zeer interessante discussies die we dagelijks hebben. En niet te vergeten, en heel belangrijk in deze voor UZ Gent, is de groep van Hans Nowink met Sebastiaan Teunis en Niek Verreken van de dierengeneeskunde, die de sequencing faciliteit samen met ons hebben opgezet hier in het UZ Gent. En bij deze wil ik jullie danken voor jullie aandacht. En we kunnen nog wat nagenieten door te kijken naar het spike-proteïne van het eiwit. Dank u wel. Dank u wel, Linus, voor de boeiende uiteenzetting. En wat je zelf aangeeft, dat we altijd boeiende discussies hebben. Iedere dag gaan we nog een aantal vragen stellen en die proberen te beantwoorden. In de chat kunnen jullie zeker nog enkele vragen stellen. We hebben wel nog wat tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Maar ik zal misschien de vragenronde openen met een vraag die op de chat gepasseerd is naar Bruno. En dat is eigenlijk, kunnen we ons zorgcentra nu al zo'n clusteranalyse vragen? En kun je misschien een tipje van de sluier lichten wat dat nationaal surveillantieplatform zal worden? Ja, dus wat de UK-variant onder andere teweeg gebracht heeft, is ook een politieke bewustwording dat we in België nog wat aan de lage kant zijn wat betreft surveillance en genetische opvolging. En men heeft het principieel besluit genomen om dat ook te gaan financieren. Dus UZ Gent zal daar een van de centra voor zijn. En we zijn nu reeds bereid om stalen van woonzorgcentra te analyseren. We zijn daar eigenlijk momenteel mee bezig. Dus als er centra zijn die een specifieke vraag hebben, zijn ze altijd welkom om dat te doen. We gaan dat op eigen middelen voorlopig voor hen doen. Omdat het zeker belangrijk kan zijn om uitbraken te begrijpen. En zoals ik daarnet ook al zei, om eventueel bijkomende maatregelen te nemen als men ziet dat het werkelijk in het huis zelf verder aan het verspreiden is. Misschien een vraagje voor Linus. Als je dan kijkt naar het vaccin, dus het vaccin zal hier iets sneller uitgerold worden dan wat men initieel voorop had gesteld. Ik denk dat we daar allemaal heel blij mee zijn met die evolutie. Maar uiteraard, er zijn miljarden mensen wereldwijd en het zal nog heel lang duren voordat iedereen in de wereld gevaccineerd is. En de vraag is eigenlijk een beetje tweeledig. Denk je dat met die nieuwe vaccinplatforms dat er op termijn een regionaal vaccin zal moeten ontwikkeld worden? Of denk je dat er op termijn vaccins zullen zijn die meerdere varianten zullen moeten bevatten om effectief te zijn? Ja, dus om even terug te komen dus op de eerste vraag, dus, of op het eerste stuk, hè, dus we hebben inderdaad varianten wereldwijd en het is niet door België of door massaal te gaan vaccineren 5 dagen eerder zoals we zien dat ook in Israël bijna manumalitari gevaccineerd wordt, dus dat men daarmee dus het virus gaat kunnen buitenhouden, want er is altijd interactie, we kunnen die proberen te minimaliseren, die passenger location forms, maar er zal altijd interactie zijn. Dus men moet dan kijken naar hoe kunnen we die platformen aanpassen. Ik heb daar ook uitgebreid al over gediscussieerd met de vaccinologen vanuit het UZ Gent. Hè. En men kan dus die mRNA-codes relatief gemakkelijk aanpassen, maar dan moet je toch nog altijd ook terug door een aantal stappen van veiligheid gaan. En dus zo'n vaccin op de markt krijgen zal gemakkelijk een drietal maand duren. Kunt je naar cocktails gaan van mRNA? We hebben ook Prime Boost, we kunnen daar ook wat mee spelen. Maar in ieder geval zal er zeker moeten aangepast gevaccineerd worden, mogelijk regionaal, maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel dat je de grenzen openzet. Maar er zijn zeker opties. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, we zijn daar zeker nog niet aan het einde van ons van de weg. Hè. Dus er ontstaan nieuwe varianten, er gaan varianten zijn waarvoor de vaccins minder gevoelig zijn. Die varianten gaan uitbreiden, gaan dominant worden. En we gaan dus nog een hele tijd
moeten kijken hoe we daarmee omgaan door onze platformen aan te passen, onze therapieën aan te passen, onze monoclonale antistoffen aan te passen. Dus we gaan zeker naar geadapteerde therapieën moeten gaan, liefst en mogelijks met combinatievaccins of prime boost vaccins die snel inzetbaar zijn. Misschien nog een vraagje voor Bruno. Hè. Dus we hebben in oktober, november de tweede golf doorgemaakt die ons land toch wel heel hard getroffen heeft. Hè. Dus niet alleen uit de incidentiecijfers halen we het over het aantal nieuwe diagnoses, maar ook de ziekenhuizen zijn toch wel terug heel sterk onder druk komen te staan. Wat is de kans dat dat toch een Belgische variant zou geweest zijn en hebben we die dan niet gemist in die tweede golf? We hebben gelukkig nog de stalen nationaal, dus we kunnen daar nog verder aan zoeken. Dat vraagt natuurlijk heel veel onderzoek. Hè. Wat je ook hebt aangehaald, de UK-variant, is er een epidemiologisch argument dat het beter verspreidt, maar dat is heel moeilijk te corrigeren voor het gedrag van de mensen die het virus dragen. Dus je moet dat eigenlijk één op één kunnen vergelijken in proefdiermodellen waar je echt wetenschappelijk bewijs hebt dat het beter overdraagt. Wat ik wel kan getuigen door mijn vele contacten met woonzorgcentra en de artsen die daar werken, maar ook ervaring in ziekenhuizen, de tweede golf, is dat iedereen toch verbaasd is hoe goed het virus nu overdraagt, niet tegenstaande de meerervaring die we hebben in inperkende maatregelen en het meer beschikbaar zijn van inperkende maatregelen. Dus het buikgevoel is wel dat ook in ons land, maar het is waarschijnlijk een wereldwijd fenomeen, er varianten aan het circuleren zijn die beter overdragen dan in de eerste golf. Misschien een virus die wat meer stabieler zijn tegen de uitdroging, wat langer in de lucht kunnen circuleren. Dus ik denk dat dat een terechte bezorgdheid is, dat we dat nu al zien gebeuren, dat het beter overdraagt. Dus ik wil altijd positief blijven, waarschijnlijk ook een evolutie naar beperkte pathogeniciteit, die zal er ook wel komen. Maar er is nog onderzoek nodig, omdat ja, de variabiliteit die je ziet, dus dat te kunnen correleren met inderdaad beter overdraagbaar, het is niet zo eenvoudig om uit te testen. Maar epidemiologisch is het gevoel wel dat het nu heel goed aan het verspreiden is in de tweede helft. En dan misschien nog een laatste vraagje voor Linus. En het gaat eigenlijk over het dierlijke reservoir. Hè. Je hebt een slide getoond waarin dat heel wat verschillende dieren, ook van verschillende genera en dergelijke, kunnen geïnfecteerd worden. Dus is er eigenlijk een kans dat we dit virus dan helemaal wegkrijgen? En wat is de kans dat die species barriers, om het dan zo te noemen, nog verschillende malen zal doorbroken worden en de pandemie ja, misschien zelfs voor een stukje zou onderhouden? Ja, die kans is zeer reëel. Hè. Dus weet je, die kwekerijen, enerzijds die kwekerijen, we hebben natuurlijk ook vleermuizen naar waar het virus kan terugspringen. Het is zo dat dus wanneer het virus eigenlijk in het nauw gedreven wordt, doordat het minder in mensen zou kunnen infecteren, ja, dat het dan mogelijk net die varianten die nog circuleren, die iets meer aanleunen bij dus het overdraagbaar zijn bij nertsen of anderen, dat die hamsters ook, hè, dus bepaalde hamsters worden natuurlijk gebruikt in experimenteel werk, ja, dat het virus net iets meer of net liever gaat circuleren in hamsters en daar tijdelijk verblijft. Dus dat is eigenlijk een groot probleem, dat je met een zeer uitgebreid dierenrijk zit die als een potentieel een reservoir kan dienen op momenten dat het virus onder druk komt te staan bij de mens. Dus dat is zeker een belangrijke bezorgdheid. Dat is eigenlijk een standaard examenvraag voor geneeskundestudenten. Je kan een pathogeen nooit uit de wereld helpen met een vaccin als er andere gastdieren zijn dan de mens. Want zelfs als de mens de enige gastheer is, zoals bij polio, is het al heel moeilijk om het uit de wereld te helpen. We hadden er misschien in slagen, voor pokken is men daarin geslaagd. Maar dit virus ga je nooit kunnen elimineren uit de wereld. Er zijn nog 90% van de wereldbevolking die nog niet geïnfecteerd is waarschijnlijk. En heb nog veel meer gastheren, andere soorten, die het ook nog kunnen dragen. En zoals gezegd, ook verdere sprongen mogelijk maken. Dus we moeten niet angstig zijn, maar we moeten daar wel rekening mee houden dat het nooit gaat verdwijnen en dat er ook nog nieuwe sprongen gaan komen. Als je in de geschiedenis kijkt, het aantal sprongen naar de gastheer mens is aan het toenemen, omdat we veel meer mobiel zijn, veel meer in gebieden komen waar we vroeger niet kwamen, exotische gedragingen gaan vertonen. Dus we gaan dat in de toekomst nog meer zien. Denk aan SARS-1, denk aan MERS, we hebben nu COVID-19, er zal nog wel een ander cijfertje komen binnenkort, maar dat houdt ons bezig. Ja. Goed. Oké, dank u voor deze interactie. Hè. Er zitten zeker een aantal
zorgwekkende elementen in, maar ik wil toch ook wel positief eindigen. Er is nog nooit geen pandemie in de wereld die ons uitgeroeid heeft. En van deze vrees ik toch ook niet dat het het geval zal zijn. En ik volg Bruno volledig dat waarschijnlijk op termijn de pathogeniciteit zal verminderen. Dat we ten tweede ook wel wat effectieve controlemaatregelen hebben, hoe lastig dat ze ook zijn. En ik stel toch nog altijd veel hoop in op het vaccin die ons zal helpen. Dus ik hoop daarmee dat we toch een evenwichtige boodschap hebben kunnen geven, een didactische boodschap ook van wat een dergelijke genetische analyse, wat de varianten zijn, wat een genetische analyse ons kan leren en hoe dat we dat kunnen inzetten. Ik hoop, of ik dank van ganser harte opnieuw de technische ondersteuning die opnieuw vlekkeloos is gebeurd. En uiteraard de twee sprekers die op korte termijn zoveel informatie hebben kunnen samenbrengen, waardoor ik hoop dat jullie goed geïnformeerd zijn. De vorige maal hebben we gezegd tot ziens hè, en waren we ons een beetje aan het afvragen wat het onderwerp zou zijn van een volgende webinar. Wel, ik durf afsluiten opnieuw met tot ziens en ik ben zeker dat we binnen enkele weken misschien weer een nieuw onderwerp zullen hebben om aan jullie te presenteren en we geven heel graag die duiding om de informatie te laten circuleren. Dank u wel en jammer genoeg tot de volgende maal.